Fijn dat jullie aanwezig zijn bij het bereiken van deze mijlpaal. Opnieuw & Co heeft de afgelopen jaren bewust de weg ingezet naar grotere en modernere kringloopwinkels op mooie locaties. Dit doen we omdat we van mening zijn dat we hiermee onze sociale doelstellingen beter kunnen realiseren. Opnieuw & Co is al vele jaren gevestigd in Papendrecht. Eerst aan het westeind en daarna enkele jaren in samenwerking met het LOC Westalblassenwaard aan de Ketelweg. En nu op deze schitterende locatie naast Karwei. Toen Marcel, ik denk 3 maanden geleden, langskwam met het idee. En daar had hij ook de gemeente niet alleen voor het formele gedeelte, maar ook voor de toekomst, voor de inzameling. En dan is het net zo'n boelterrier. Ik heb vast en ik laat niet los voordat ik het hier eigenlijk met jullie geregeld heb. Nou, dat hebben we met heel veel plezier gedaan. En bestuurlijk vinden we dit ook een mijlpaal dat Opnieuw & Co hier zit. Deze kant moet je om, dan gaat hij dit af. Denk je. Ja. Hergebruik werkt en nu dacht je misschien ook dat je al klaar was, maar dat is het nog niet, want we willen de daad bij het woord voeren. En dit is ook nu in onze winkel. We gaan in de winkel meubeltjes pimpen. Ook weer met verf van Karwei natuurlijk. Dat gaan we doen ook met mensen vanuit de doelgroep. En ik wil eigenlijk voorstellen dat jij het eerste kastje voor ons afmaakt, zodat we dat morgen kunnen verkopen. Leuk! Zeker niet in de laatste plaats een bijdrage willen leveren aan daar waar we kunnen aan armoedebestrijding. Voor diegenen die het al moeilijk hebben. Dat doen we meestal niet direct, maar indirect door samen te werken met een voedselbank, met een kledingbank, met de Stichting Leergeld enzovoorts. En om nou de daad bij het woord te voegen, mag ik namens Opnieuw & Co de voedselbank Papendrecht een cheque aanbieden die een bijdrage kan leveren aan het werk waarvoor ze zijn. Een cheque overhandigen. Alsjeblieft. €500 als een bijdrage. Gefeliciteerd daarmee. Dankjewel.